Voorzitter, een heleboel ouders die ik spreek, die hebben eigenlijk maar één vraag. En dat is, waarom? Waarom is mij dit overkomen? Waarom heeft de overheid mij dit aangedaan? Waarom kon dit blijven doorgaan, al die jaren? Maar het cruciale van mevrouw Palme als jurist, die toezag op de werking van de Algemene Wet Bestuursrecht, hoe de overheid zich ten opzichte van burgers zou moeten verhouden. En zij concludeert, voorzitter, en dat is cruciaal, dat ze er eigenlijk gewoon een potje van maken. Gewoon een potje van maken. Niet de hardheid wel of niet toepassen. Nee, voorzitter, ze doen, en ik lees het gewoon even op uit dat memo. 2 jaar blijven bezwaren liggen. Dat gebeurt nergens anders. Waarom kon dat bij deze ouders? Er wordt de suggestie gewekt dat een beoordeling van het bezwaarschrift heeft plaatsgevonden zonder dat er medeweten is van de belanghebbenden. Dat mag helemaal niet. Er worden bewijsstukken keer op keer gevraagd. Ik heb mensen gesproken die standaard het dossier in de tijd 3 keer kopiëren. Omdat ze wisten dat de Belastingdienst er 3 keer om ging vragen. Dat wisten ze. Er waren mensen die deden dat standaard. Die denken, ik laat mij niet nog een keer op deze manier pakken. Er worden onjuiste rechtsgronden voor stopzetting gebruikt. Dat is gewoon het overtreden van de wet. Ambtenaren waren met elkaar bezig om de wet te overtreden. En in al die jaren dat we hebben gezwoegd, dat we geprobeerd hebben om die overheid aan te spreken, is het gewoon nooit boven water gekomen daarmee. Het is buitengewoon onbevredigend dat een stuk als dit, waarin het aan het einde staat, let op, als u, als MT, die leiding geeft aan dit proces, de directeur plus de MT-leden, als u op deze manier doorgaat om de wet te overtreden, dan komt de positie van de staatssecretaris in gevaar. Dat staat in die memo. Ja, en dan verdwijnt die memo.